welkom bij een nieuwe vlog van Jumbo Panningen. En wisten jullie al dat er laatst een nieuwe verbouwing van de emballageautomaten was? We hebben voortaan niet één, maar twee emballageautomaten. Onze nieuwe emballageautomaten zijn snel en eenvoudig. Ik ga het jullie nu even laten zien. Loop maar een beetje mee. Zoals jullie kunnen zien hebben we voortaan twee emballageautomaten. Ze hebben allebei dezelfde functie en zo hoeven jullie niet meer lang in de rij te staan. Je krijgt twee opties. Je kunt de fles laten uitbetalen of op de knop donatie klikken. Als je op donatie klikt, dan doneer je de donatie op dit moment aan SV Panningen. Langs deze twee emballageautomaten hebben we de EcoWall. Hier kun je batterijen, lampen en vetten inleveren. Als je problemen heeft met de emballageautomaten of met de batterijen inleveren, kunt u altijd op de bel drukken en komt een collega u helpen. Niet alleen zijn de nieuwe emballageautomaten heel handig, maar ze zijn ook nog eens toekomstgericht. Want vanaf juli komen er ook statiegeld op de petflessen en die kan je ook al inleveren. En waarschijnlijk komt er volgend jaar op de blikjes ook nog statiegeld en die kan je dan ook al inleveren. We gaan jullie nu een kijkje achter de schermen geven. Kom maar mee! Ik hoop dat jullie goed geïnformeerd zijn over onze nieuwe emballageautomaat en dat jullie er veel gebruik van gaan maken. Tot de volgende keer! Doei!